Als je hier echt loopt, dan denk je echt, is dit hun leven? Dat mag helemaal niet, heb ik echt heel erg. Vandaag in Nederland helpt, de enorme vuilnisbelt van Manila. Presentator Mirjam Bouwman staat daar voor het eerst tot haar enkels in het vuil. Even, doen even laars aan, want het is daar heel erg modderig. Mirjam is vandaag op stap met Wieke en Victoria. Wieke is arts en zet zich in, samen met Victoria, voor de mensen op de vuilnisbelt van de hoofdstad van Manila, op de Filipijnen. When you find yourself in some far off place. Hoe is dat nou, zo'n leven hier? Hoe gaat dat hier nou, zo'n dag? Dit is de Smoky Mountain, dit is de vuilnisbelt. En al die mensen die je hier ziet, leven van het verzamelen van het vuilnis. En ze selecteren de spullen. Dus sommige mensen die zoeken bijvoorbeeld alleen maar naar blikjes. Of naar plastic. En dat maken ze dan schoon en dat verkopen ze weer. En daar leven deze mensen van. Zo. Ja. Dit zijn ook hun huizen gewoon? Ja, dit zijn hun huizen. Ja, hier wonen ze. Ja. En hier zie je dus gesorteerd plastic in dit geval, denk ik, wat dan weer verkocht wordt. Het zijn niet alleen volwassenen, bijvoorbeeld dat kindje daar, een jaar of 6, 7 denk ik. Die werkt daar dus ook al op. Vaak hebben ze niet eens, ja, ongelooflijk hè. Vaak hebben ze niet eens schoenen aan. Hoe lang werken deze kinderen hier, zeg maar dan? De hele dag? Ja, vaak wel de hele dag. Het is nu redelijk koel. Dus dan werken ze overdag. In de zomerperiode werken ze eigenlijk vooral 's nachts. Ook de kleine kinderen, omdat het dan wat koeler is. Hier staan al die soort manden. Iedereen heeft zijn eigen mand en daar worden dan de spullen in verzameld. En dat nemen ze dus mee naar hun hutjes om het schoon te maken. Die vrachtwagen stopt dan dadelijk en dan komt al het vuilnis eruit. En dan graaien ze er allemaal omheen. Dat jochie zit er zelfs bovenop gewoon. Om als eerste bij een paar blikjes of een beetje plastic te kunnen. Cannot, how old is he? 7 years old. 7 years. He cannot disturb him because he's very busy to get something. Yes. Zo gedreven. Ja, echt gedreven. Zomaar een ontmoeting op de vuilnisbelt. De 7-jarige Leslie, die als klein ventje tussen de volwassenen hard aan het werk is om geld te verdienen voor zijn dagelijkse eten. Dit is het zusje van de rode laarsjes. She's the watching everything for the Leslie's pick up in the garbage. She stays here. Yeah, stay here as a security guard. Puso, ano ang pangalan mo? Ang pangalan mo, Puso? So she's nice. six years old? Yeah, 6 years old. Leslie's seven. She looks much younger. Yeah. Ze hebben dus 9 kinderen. Geen één kind gaat naar school. En de moeder, dat is de moeder. Ja. De vader is overleden hier op de vuilnisbelt. Dus overreden door een vrachtwagen. Geen één kind gaat naar school. En de moeder wil heel graag Leslie en Nice, dit meisje, naar school toesturen. Maar ze kan het niet betalen. Ja, dat was wel te verwachten. Dus we gaan kijken of we deze kinderen in het programma kunnen krijgen om naar school te sturen. Maar ja, zo'n jochie als Leslie, je ziet dat, hij is echt zo'n vechtertje. Als ze die op school kunnen krijgen en hij doet zijn best, dan gaat hij kunnen er echt voor, hè? Ik denk het wel. Dan kunnen we hem helpen tot aan, als hij goed is, zelfs tot aan universiteit. We gaan nu even op zoek naar een kindje, die woont hier vlakbij. Je woont achter dat bergje en daar hebben we van gehoord dat hij echt ondervoed zou zijn. Mm-hmm. Dus we gaan eens kijken of ze thuis is. Het huisje zou daar ergens moeten zijn. Wieke zet zich samen met een team van mensen in voor de kinderen van Smoky Mountain. Voor de oudere kinderen is er hulp om naar school te gaan. En voor de hele kleintjes een dagopvang. Magandang umaga. Hello. Hallo Wieke. Hallo. Wat is de naam? Jocelyn. Jocelyn. How old is Jocelyn? Ola Shiman. Ilan taon daw po siya? Ilan taon? 2 years. 2 years old, Jocelyn.
Nahanap lekker zijn nanay nito. Ja, hier hoef je echt geen dokter voor te zijn om te zien dat dat hij er echt niet goed uitziet, hè? Nee. Hallo. Hey, are you crying? Je ziet ook allemaal wondjes hier en op haar hoofd. En ja, er ligt overal glas en harde dingen. Dus die krijgen wondjes en dat gaat ontsteken. Er zitten vliegen op de hele dag. Yeah. En hier ook allemaal plekken op het hoofd. Hey. Zij is nu 2. Dat is echt kwetsbare leeftijd. Gewoon de grootste kans om te overlijden ook aan ondervoeding en de gevolgen van ondervoeding. Dit is haar broertje. 5, right? Ja. Als ze eenmaal een jaar of 5, 6 zijn, dan overleven ze het meestal wel. Mm-hmm. En dan kunnen ze naar school als ze willen. Maar zij moet dat eerst nog bereiken. Ja. En op deze manier? Nou, dit schiet natuurlijk niet op, hè? Nee. En weet je, de daycare, ja, we zitten eigenlijk gewoon vol. Maar als je zulke kinderen ziet zoals dit, dan willen we gewoon ons uiterste best doen dat we die kunnen helpen. Dus dat gaan we ook echt proberen. Ja. Maar eigenlijk zitten jullie eigenlijk gewoon... Er komen gewoon bijna dagelijks moeders met hun kinderen op de arm van alsjeblieft, neem een kind. En dan moeten we zeggen, sorry, nee, we hebben niet genoeg middelen om jullie te kunnen... Om die kinderen te kunnen helpen. Nee. Er zijn op de vuilnisbelt van Smoky Mountain nog veel kinderen die uw hulp zo hard nodig hebben. Maar het mooie is dat we deze kinderen dus wel kunnen helpen. Dit is niet... Ik bedoel, als je hier rondkijkt, dit is natuurlijk gewoon vreselijk, hè? Leven op andermans stoep, dat is het eigenlijk gewoon. Maar deze kinderen, die kunnen we gewoon wel wat bieden. Ja, en maar ook later, we kunnen ze gewoon een andere toekomst geven. Natuurlijk niet allemaal, maar wel een aantal. En ja, daar word ik echt super gemotiveerd van om daar wat, al is het maar een heel klein steentje, maar om daar wat aan te kunnen doen. Ja.